Matteüs 19, vers 26, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. God wil dat niemand verloren gaat. Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matteüs 19, vers 26 zegt: bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Vandaag bij mij in de studio weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom bij Without Limits. Dankjewel, Henk. Vandaag aflevering 9 over engelen. En die gaat overal over of wij beschermengelen hebben. Ja, heeft iedere gelovige een beschermengel? Ik denk wel, als ik direct zou zeggen nee, dat dat een tegenvaller is. Indien je altijd gedacht hebt van en bemerkt, nou, er is toch een beschermengel, dat kan. Hè, want God is een goede God, die wil voor ons zorgen in het verkeer of extreme omstandigheden. Het kan ook in de sport zijn, dat je geen blessures krijgt. Of met een ramp, dat je toch bewaard blijft of bent. Ik heb dat ook zelf wel eens ervaren. Of boosaardige mensen, dat je daarvoor bewaard blijft. Of een zware depressie, dat je er toch doorheen geholpen wordt. Maar ja, is dit zo of is dit pure speculatie? Ja. Een beschermengel. Echt of is dit echte inbeelding? Fantasie? Nou, sommige theologen zeggen, gelovig of ongelovig, vanaf de geboorte heb je er eentje. En dat zeggen sommigen. Nou ja, wat zegt Gods woord? Want Gods woord is de waarheid. Nou, in ieder geval, nergens spreekt God over een speciale beschermengel die aan jou gekoppeld is. Dat is dus een tegenvaller. En het is ook een ongelukkige term. Het gevaar is, als je dus denkt of weet dat je een beschermengel hebt, dat je hem gaat aanroepen. Ja. Dat je een vaste engel hebt. Vooral daar een beeld bij hebt, of een beeld bij krijgt. Of zelfs een naam, of een vorm. Dat is helemaal tegen Gods wil in. Ja, want dan zou het afgoderij worden. Ja, precies. Ja. Dus het is wel een goddelijke aanwijzing. Een voorwaarde is, indien wij God en Jezus dienen en gehoorzamen, dat is alles bepalend. Indien God een beschermengel zendt, dan laat hij ons niet in het ongewisse. Dat is mijn gedachte. Met andere woorden, niet zomaar. Je wordt stilgezet bij God en je wordt stilgezet bij Jezus. Mijn schoonzoon, Rijn Bergman, sprak ik pas geleden, die was gedoopt. En er kwam iemand uit de kerk, de gemeente, naar hem toe. En ik zeg, die zag toen hij zo dat getuigde over zijn doop, een grote engel achter hem staan. Dat mooi, kan, mooi. Dat kan, zo is ja. het. Ja, mooi. Nou, sommige mensen zeggen wel eens, je hebt een beschermengel op je schouder. Hè, moeten we dat afkeuren? Is dat misleiding? Ja, er zijn heel veel, Henk, misleidende geesten. Een beschermengel als geleidegeest. Hoe gevaarlijk is dat? Ja. Of een soort oplichtende geest. Of een dubbelganger. En dat iemand zegt, er is altijd een dubbelganger in mijn nabijheid. Of een geest van doden die je raadpleegt, die je instrueert, die je vraagt. Of een onzichtbare begeleidende vogel. Komt ook voor. Je zou zeggen, nou in Nederland niet, maar in het buitenland, in India of zo, hebben ze de gekste gedachten. Een goddelijk figuur. Of, je moet ook opletten, wat ook niet uit God is, een terugkerende geest. Is nooit naar Gods wil. Dat moet je afwijzen. Of een engel met een naam. Of die zelfsprekende engel die hetzelfde tot je zegt, tenminste dezelfde wijze. Of een engel op je schouder. Als Jezus niet verheerlijkt wordt, is dat een dwaalier. Dus geen vaste engel. De Bijbel leert dat nergens. Het kan ook een gevaar zijn als je droomt en altijd komt er een geest tot je. Dezelfde geest. Hè? Dan is dat gevaarlijk. Een beschermengel komt denk ik ook soms meer voor vanuit een kinderliedje, een kindergebed. En is eigenlijk denk ik ook een kinderlijk geloof. Maar sommigen halen iets uit de Bijbel, Matteüs 18 vers 10, als we dat zo kunnen lezen. Die wordt vaak aangehaald als bevestiging van wij als gelovigen hebben één beschermengel. Maar de Bijbel leert dat nergens. 18 vers 10, hè? Ja. Zie toe dat gij niet één deze kleinen veracht. Want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader die in de hemelen is.
Ja, dus die kleine, daar kun je een kind van God mee vergelijken. Dus onze houding ten opzichte van God is wel alles bepalend. Dat is heel belangrijk. Maar hier staat ook niet één engel, maar hun engelen. Hè? Ja, dat staat er. Ja, ja. Dus dat betekent, er zijn meerdere gekoppeld, om het rare woord te gebruiken, aan een gelovige. Maar gekoppeld is niet goed uitgedrukt, maar die zullen ons behoeden, bewaren en leiden. Dus als je gelooft dat je, zeg maar, één beschermengel hebt, dan denk je eigenlijk te klein van God. Ja, inderdaad. Want de Bijbel spreekt altijd over meervoud ten opzichte van één gelovige of meerdere gelovigen. Ik citeer dus Psalm 91, vers 11. Want God zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat ze u behoeden op al uw wegen. Ja. Nou, nog een tekst bijvoorbeeld. Als één zondaar zich bekeert, is de blijdschap bij de engelen, niet één engel. En er is, dus er komt, Jezus zegt, er komt bijzondere aandacht, bijzondere steun en bijstand en hulp. En de engelen komen in beweging. Het worden dus ridders van de Heer voor jou in actie. Wanneer je zijn naam gaat belijden, de naam van Jezus. Jezus zegt in Lucas 12, vers 8 en 9. Daar zou je eruit kunnen opmaken dat Jezus een bijeenkomst heeft in de hemel. Overleg, een forum met de engelen. Jouw naam wordt genoemd voor de engelen, als je een medearbeider bent voor hem. Een eervolle vermelding. Als iemand mij zal belijden, zegt Jezus, voor de mensen, dan zal ik hem belijden of haar belijden voor de engelen, Gods. Dat zegt hij. Als wij ons niet zullen schamen, vrijmoedig zijn om de naam van Jezus te gebruiken, dan wordt de engelen ingeschakeld. Dat zegt Jezus. In Lucas 12, vers 8 en 9. Toen de arme gelovige Lazarus stierf, werd hij bij zijn dood gedragen in de schoot van Abraham. Door engelen, niet door een engel, door engelen naar boven. Door engelen in een meervoud. Dat staat in Lucas 16, vers 22. Ja. En engelen, hè, hebben die ook een taak, zeg maar, als een kind van God sterft? Ja, in feite is het, leert Gods woord ons niet, God zelf brengt de gelovigen veilig van de aarde naar de hemelse gewesten, maar weer door middel van bemiddeling van engelen. Ja. Dus ook als je sterft? Ja, als je sterft. Ik lees Matthäus 13, vers 39. Oh, weer dat is voorlezen. Matthäus 13, vers 39 tot en met 43. He, dat begint, geloof ik, bij de oogst. Vers 39b is dat dan? Ja. Ja, daar staat, de oogst is de voleinding der wereld. De maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen die de ongerechtigheid bedrijven. En ze zullen hen in de vurige oven werpen, want daar zal het geween zijn en de tanden geknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in een koninkrijk huns vaders. Wie oren heeft, die horen. Dan zullen de gelovigen, Henk, ik word helemaal enthousiast, stralen, hè? Ja. Staat er. Ja. Dus we gaan stralen. Ja. Een bijzondere dienst van engelen. We worden allemaal geroepen op het grote appel van de Heere. De laatste fase, dat is sterven. Engelen zijn de maaiers. Het tarwe is het goede zaad en dat zijn de kinderen Gods. We gaan door de hemelreis de laatste tocht tegemoet, maar dan wel begeleid door engelen. Dat engelen Gods zijn eigenlijk gaan voor ons een escorte vormen. Om zijn kinderen naar het overlijden, naar Gods troon te begeleiden. Vandaar dat je het woord wel eens hebt van hemelen. He, dat iemand haast sterft en je zou zeggen, hij is aan het hemelen. Nou, voor een gelovige geldt dat zeker. De dood van een mens is natuurlijk ook voor de gelovigen soms een crisis. He, dat je gaat sterven. Ja. Een strijd. Het is gewoon een groot gevecht. De dood is soms een angstaanjagende zaak. De duivel ligt op de loer. He, soms vaak juist bij de dood. Om de mensen aan te klagen. Een donker dal. Soms een doodsrivier. Een onzekere tijd. Wat laat ik achter me? Waar ga ik naartoe? En waar kom ik? Het is zoals de Bijbel zegt, de dood is een laatste vijand. Maar de Bijbel zegt in 1 Korinthe 15 vers 55 dat de angel van de dood is weggenomen.
Dus het pijnlijkste van de dood voor de gelovige mens die gaat sterven, is weggenomen. Omdat we een levende hoop hebben. Maar desondanks kan er zich een enorme strijd afspelen om en nabij de dood. Voor de ongelovigen, maar ook wel eens voor de gelovigen. Maar de angel van de dood is weggenomen door Jezus Christus. Dat is echt prijs de Heer. Dus we zien al glimpen voordat we sterven van de poorten van de hemel. Evangelist Moody zei, de aarde trekt zich terug en de hemelen openen zich. Wij krijgen, en dat weten we, een engelachtige verandering. Ik vind het zo mooi wat Billy Graham zei. Hij zegt, als ik, hij is nu nog niet gestorven, maar dat kan binnenkort gebeuren. Hij is op leeftijd, in de 90. Hij zegt, als ik sterf, als ik doodga, zeg dan niet, Billy Graham is dood. Maar hij heeft gewoon een andere adres gekregen. Ja. In de hemel. Ja. Dat is toch mooi? Ja. En zo is het. Hij is verhuisd. Hij is verhuisd. Bij de Here is onze intrek dan. En soms zie je al bij de gelovigen, als ze sterven, op het gezicht een triomf. Een hemelse vrede. Een escorte is al aanwezig. De koninklijke garde is al om dat bed, om het zo uit te drukken. Daar heb ik ook al van gehoord en soms gezien. Wat is het mooi later. Geen rimpels, geen overgewicht, geen hoge bloeddruk, geen rollator. Dat wordt toch geweldig. Jezus Christus bij zijn wederkomst is omstuwd volgens 2 Thessalonicenzen 1 vers 7 met zijn engelen. Omstuwd. En hij maakt dan onderscheid tussen gelovigen en hij maakt onderscheid. Vandaar dat jij al las over de hel. Of de plek van duisternis en ver van God. Of de bewust ongehoorzame ongelovigen, de verharde mens. Ja, daar zal onderscheid wezen. Dat is zeker. Ik kreeg een keer een gebedsverzoek binnen. En dat was heel bijzonder. En er waren 2 mannen die hadden een ernstig ongeluk gehad. En dan vroegen ze of we daarvoor wilden bidden. En toen ben ik dat uiteraard gaan doen. En toen liet de Heer me een beeld zien, heel duidelijk. Toen zag ik een ziekenhuiskamer met 2 bedden. En om het ene bed, daar lag een persoon alleen in. Met verder niks daar in de buurt. En bij de andere persoon die ook op die kamer lag, dat zag ik in de geest. Daar zag ik allemaal engelen rondom zijn bed. Mooi. En Jezus zelf, mooi, die was boven het bed en die glimlachte. Amen. Amen. En toen liet de Heer me duidelijk zien dat 1 zou sterven en 1 zou het overleven. En een tijdje later kreeg ik inderdaad bericht dat 1 was gestorven en 1 was overleden. Ja. Apart, hè? Ja, dat is prachtig. Ja. Dat die engelen weten van alles af. Ja, ja. Alles. Ja, 1 was gestorven en 1 had het overleden. Kijk, die engelen die vergissen zich ook niet. Want die weten precies wie de kinderen van God zijn. Ja. Hier staat in Matthäus 13 dat Jezus zegt, het is net als bij een sleepnet uit de zee. Goede vis en ondeugdelijke vis, of misschien ondeugdelijk spul, zoals wier en noem maar op. Er is volgens Jezus tarwe, en dat weten wij ook, en onkruid. De schapen worden van de bokken gescheiden. Er zijn verharde ongelovigen en gelovigen. Er komt schifting tussen de mensen. En God heeft een goddelijk onderscheid door middel van zijn engelen. En is feilloos en maakt nooit geen fouten. Maar er staat in Matthäus 13 vers 49. En ik wil dat even voorlezen en 50. Zo zal het gaan bij de voleinding van de wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit de midden van de rechtvaardigen af te zonderen. En ze zullen hen in de vuren overwerpen. En daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Ja. De Heer zegt, kom nu tot verandering, tot bekering en berouw. Niet later, want waarom ga je wenen? Waarom ga je je tanden knarsen? Omdat je berouw hebt en verdriet dat je zo dom bent geweest. Nu kun je nog gaan tot God. Want hij staat met geopende armen, denk aan het kruis van Golgotha, en zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ja, amen. He, dus amen. Hij wil dat je gaat behoren bij hem. Later zal het worden 1 kudde, 1 herder. Ja. He, en de Heer weet, die kent je, en hij zal altijd weten het onderscheid en het juiste tijdstip. En als de Heere komt, Jezus komt weer,
He, er staat in Judas 14, een heel klein briefje in het Nieuwe Testament, Judas 14. Zie, de Heere is gekomen met zijn heilige tienduizenden. Dus hij komt minimaal, maar dat zijn nog maar even zijn naaste omgeving, want er zijn miljoenen, miljarden engelen, komt hij met zijn lijfwachten. En nou, wij, dat is ook ongelooflijk, met ons lekker gebrek, onze zondigheid, in Judas 9, datzelfde kleine briefje, staat dat het dode lichaam van Mozes, misschien heb je dat wel eens gelezen, als typebeeld staat voor de dode gelovigen. Tenminste, de gelovigen die ook gestorven zijn. Want met wie krijgen wij te maken als wij gestorven zijn? Dan wil de Satan, die eist dat dode lichaam op grond van onze zondigheid. Op grond van de zonde die we hebben bedreven, net zoals bij Mozes. Er staat, en Satan die eiste dat lichaam van Mozes op. Satan zegt, dit is mijn recht. Het loon van de zonde is de dood. Ja. Maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven. Nou, dat is nogal een verschil. Amen. En Goddank, hè, dat staat in Johannes 6. In ieder geval, Michael, de engelenvorst, ik heb het nog steeds over Judas, hè, over dat dode lichaam van Mozes, wat ook soms ons dode lichaam zou kunnen zijn op grond van onze zonde, dat de Satan probeert een claim te leggen, maar Michael, de engelenvorst, staat er in Judas, bestraft Satan. Gods bijzondere bewaring is over ons op grond dat we in Christus zijn. Want we zijn nu al vreemdelingen op aarde, maar we gaan op weg naar ons thuis. Ja. We zijn op weg. Ja. Gods graven van Gods kinderen staan onder bewaking van de engelen. Dat is zeker. Gods heerlijkheid is ons kleed. Vrijgekochte, daar staat, eeuwige blijdschap is zal op hun hoofden zijn. Jesaja 35 vers 10. Eeuwige blijdschap. Ja. Nou, als we nu al ontzettend blij zijn, dan denken we, hè, eindelijk zijn we een keertje blij. Nou, dan eeuwige blijdschap. Hans, samen met de engelen vieren we de overwinning, hè, van Jezus Christus, dus met de kerk, hè, samen voor zijn troon. Ja. Kun je er iets over zeggen? Nou ja, Openbaring 5 vers 11 staat dat de oudsten, dat van de gemeente, dat is een type van de gemeente en de kerk van Christus, samen met de engelen zullen we hem de lof en de eer geven. Waardig is het lam. Waardig is het lam. Ja. Nou ja, dat is geweldig. We worden één met hun en we gaan de Heer loven en prijzen. En echt, dat is geweldig. Kijk, nu wij nog leven, doen de engelen, die zullen met ons loven en prijzen. Hè? Maar ze zullen niet, ook nu wij hier leven op aarde, Henk, hebben de engelen geen middelaarsrol. Ik bedoel, ze zullen niet voorbeden doen. Engelen doen geen voorspraak. Ja, dat doet ze Jezus. Zullen niet voor ons bidden. Ze zullen niet voor ons pleiten. Dat doet Jezus. 1 Timotheüs 2 vers 5 zegt, er is tussen God en de mensen één middelaar aan de mensen gegeven. En dat is Jezus Christus. Amen. Ja. Hij pleit voor ons, Romeinen 8 vers 34. En engelen zullen ons wel beschermen, maar ze doen geen voorbeden en geen voorspraak. En nogmaals, iedere christen heeft geen persoonlijke engelbewaarder. Maar heeft vele engelen die ons ten dienste staan. Ja, ja. Als we kijken naar het verhaal en Handelingen, dan zien we dat er een engel was, hè, die ervoor zorgde dat Petrus uit de gevangenis kon gaan. Ja, dat klopt. Je zou haast zeggen, zie je wel, dan is er toch een beschermengel. Ja. Petrus in de gevangenis. Jacobus, dat was een andere apostel, die was vlak daarvoor door de beul omgebracht. Dus die was gedood door Herodes. Nou is Petrus aan de beurt. Herodes laat hem expres gevangen zetten, omdat hij de Joden een gunst wil doen. Dus hij zal ook zeker, ook gezien zijn hele aard en geslacht, Herodes geslacht heeft onvoorstelbaar veel mensen zomaar gedood, zou de mond van Petrus voorgoed gesloten gaan worden en gesnoerd. Nou, we weten dat Satan daar natuurlijk ook baat bij heeft. Hij wordt vastgezet tussen twee soldaten met kettingen, geboeid. Er komen schildwachten bij. Wil je dat eens lezen, Henk? In Handelingen 12, vers 6 tot en met 11. Ja, daar staat. Toen nu Herodes van plan was hem te doen voorkomen, lag Petrus die nacht te slapen tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen, en schildwachten hielden voor de deur der gevangenis de wacht. En zie, een engel des Heren stond bij hem,
en er scheen licht in het vertrek. En hij stootte Petrus in zijn zijde om hem te wekken en zeide, sta snel op. En de ketenen vielen van zijn handen. En de engel zeide tot hem, omgoort u en bindt uw sandalen aan. En hij deed aldus. En hij zeide tot hem, sla uw mantel om en volg mij. En hij volgde hem naar buiten en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat door de engel gedaan werd. Maar hij meende een gezicht te zien. En toen zij langs de eerste en de tweede wacht waren gegaan, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidde, welke vanzelf voor hen openging. En buiten gekomen gingen zij één straat ver en stond. En terstond daarna verliet de engel hem. En dan vers 11. En Petrus tot zichzelf gekomen zeide, nu weet ik waarlijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij gerukt heeft uit de hand van Herodes en uit al wat het volk der Joden verwachtte. Nou, prachtig dit verhaal. Is schitterend, hè? Dit is, en er zitten een heel aantal opmerkelijke dingen bij. Allereerst, er staat dat de gemeente, de kerk, die verbonden was met Petrus, biddende was. Ja. Ze baden. Voortdurend bad, hè? Voortdurend bad. Dus, ja. Kijk, en dan komt God in beweging door middel van zijn engelen. Petrus sliep vast en diep. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Terwijl je weet dat je medebroeder, apostel Jacobus, is omgebracht. Er staat ook in Psalm 3, vers 4, David moest vluchten voor Saul, vluchten. Ja. En hij legde zich neer en hij sliep. Dat is Psalm 3, vers 4. Ja. Petrus sliep vast en diep. Dat doet God. Wij moeten soms geen pilletjes nemen, maar een geruststellingsvirus tot ons nemen. Ja. Maar dat is de vrede van God. Ja. Dat we gerustgesteld worden en dat we ons kalm opstellen ten opzichte van soms moeilijkheden. Of problemen. Opeens is daar in die gevangenis een helder licht. En er moet haast gemaakt worden. Kettingen vallen zo los van zijn handen. Niemand wordt wakker. Dus God is in staat om boeien van depressie te doorbreken in zijn naam. Amen. Hè? Kettingen los van de handen. Niemand heeft het door. De zware kerkdeuren gaan open vanzelf. Ja, dat is schildwachten, zie niks. Het is gewoon een wonder. En die engel zegt, volg mij. Net zoals Jezus. Jezus zei ook, volg mij. En die engel zegt, volg mij, staat er. Net als Jezus Christus. Dus door die tussenkomst, wonderlijk. Nou ja, je snapt wel dat Petrus denkt, dit is een film. Ja, hij kende nog geen film in die tijd. Maar ik droom. Het is onwerkelijk. Ja, ja. Het is niet realistisch. Ja. Dus er staat letterlijk ergens en hij kwam tot zichzelf. Ja, misschien dat hij dacht dat het een droom of een visioen was. Of, ja, hè, maar ja, hij ja, zag precies. In ieder geval iets. Maar op een gegeven moment voelt hij die koude wind. Ja, toen dacht hij, hé, ik ben buiten. En op een gegeven moment denkt hij van, hé, dat straatbordje, dat ken ik. Hé, ik ken deze omgeving. Hij heeft gewoon letterlijk en figuurlijk, nadat hij dus zo door die engel is bezocht en bevrijd, ja. Het is echt ongelooflijk, moet hij helemaal tot zichzelf komen, ontnuchterd. Ja. En denkt hij, zo, ik sta hier, nou, dan kan ik het beste maar gaan naar dat gemeentelid wat daar in de buurt woont, hè, want daar hadden we altijd samenkomst of bidstond. Dus Jezus Christus is de opperbevelhebber van jouw leven. Niet een engel, niet de engelen, maar Jezus is de opperbevelhebber en de opdrachtgever. He, dat leren we duidelijk. Maar we moeten ons wel eens kalm gaan bewaren, ook is het soms een moeilijke situatie. Geen paniek, Jezus leeft. He, word nuchter, he, maar daarnaast ook word gelovig. Ja. Vertrouw erop dat de Heer ervoor ziet. Engelen kunnen geen zielzorg verrichten. Hij heeft misschien nooit meer nagedacht, maar ze leiden hem wel weg, maar ze gaan geen zielzorg verrichten. En zoals in Handelingen 12 vers 7 staat, zeggen ze tegen Petrus, sta snel op, God in actie. God wil vaak, als hij aanwezig is, haast. Bij Gideon in Richteren 6, maak u snel gereed. Bij Jozef, de aardse vader van Jezus, ga snel. Filippus in Handelingen 8, sta meteen op en ga. Geen tijdverspilling. En de Heer zegt ook, voor onze taak, geen tijdverspilling. En hij zegt ook tegen u als kijker, ga je tijd niet verspillen. Want wat is belangrijker? Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen alle andere dingen u bovendien geschonken worden. Ja, amen, amen.
Hans, de Bijbel leert dat wij omringd worden door vele engelen. Elisa, die werd omsingeld door een heel leger vijanden. Ja, een heel leger vijanden. Ja. Aardse vijanden, dus een heel leger. Vijandig leger, dat staat in 2 Koningen 6. Koning van Syrië is in oorlog met Israël. Maar wat doet zich nou voor? Elke onderneming die hij doet ten opzichte van Israël mislukt. Elke hinderlaag blijkt het dat ze op de hoogte zijn. Dus het richt niks uit. Niets lukt. Hij verliest alles. Die koning van Syrië, die tegen Israël is. Dus hij snapt er helemaal geen hout van. En hij komt erachter, hoe dat weten we niet, dat Elisa is de boosdoener. Want hij is de profeet van God. En die licht de koning van Israël in. Die zegt, de Heere heeft mij laten zien, of ik heb gedroomd, of de Heere spreekt tot me. En het klopt exact. Ja. En ze komen erachter, die Elisa, die moeten we inderdaad gevangen zetten. Want dat is de boosdoener. Want als de gevaar dreigt, geeft Elisa aan de koning, zegt, deze maatregelen moet je gaan treffen. Dat zegt hij, de koning van Israël. En dan gaat de koning van Syrië met het hele leger in de nacht naar het huis van Elisa. Met strijdwagens. Nou, dat ga ik even lezen in vers 2 Koningen 6 vers 19. Sorry, vers 15. Toen de dienaar van Elisa, de man Gods, des morgens vroeg opstond en naar buiten trad, zie, een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zeide tot hem, ach mijn heer, wat moeten wij doen? Maar hij zei, Elisa, vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Toen bad Elisa, Heere, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de Heere opende de ogen van de knecht en hij zag, zie, de berg was vol van vuren, paarden en wagens rondom Elisa. Talloze engelen. Tja. Geen enkel Gods praalwagens waren aanwezig. Vol vuren, paarden, vol van vuren wagens. Dus de knecht die schrok. Hij schrikt zich ongelukkig, want hij ziet eerst met zijn aardse ogen. Maar Elisa zegt, vrees niet. Vandaar dat ik zei, je hebt soms dat geruststellingsvirus nodig. Vrees niet, 365 dagen. Ja. Nodig is verlichte ogen van het hart. We hebben niet nodig dat we steeds naar de opticien gaan of Hans Anders. Nee, we moeten zeggen, hier, verlichte ogen des harten. Ja. Een ondoordringbaar vuur is om ons heen, omdat God met ons is. Ook kan het wel eens moeilijk zijn, of kunnen ons erge dingen gebeuren. Ja. Is het niet zo dat onze zienswijze over engelen zo ingewikkeld is? Nou, Jezus maakt alles eenvoudig omtrent engelen. Hij doet niet moeilijk, maar wij maken het zo ingewikkeld. Daarom is het goed om kennis te nemen van Gods woord. Wij zijn soms zo ingewikkeld en ook gewikkeld in 1000 gevechten met de duivel. Maar de engelen zullen ons terzijde staan. Wij hoeven het niet ingewikkeld te maken, maar vertrouwen op Gods woord. Psalm 91, lees dat maar. Het stond hele lange tijd met een plakkaat op de deur van een zoon van me, van zijn slaapkamer. Psalm 91, behoeding, bescherming, bewaring van God door middel van zijn heilige, machtige, uitverkoren engelen. Amen. En we hoeven engelen niet te zoeken, maar ze zijn er gewoon. Ja. Amen. 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 Hans, hartelijk dank. En ik zie je graag volgende week terug bij een nieuwe aflevering. En dan gaan we naar deel 10. Hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering van Without Limits. Ik hoop dat wij u weer bemoedigd hebben. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners die ons iedere maand financieel ondersteunen. Zonder hen is het niet mogelijk om dit werk te doen. We zijn er dankbaar voor. Wilt u ook partner worden? Ga dan naar onze website voor meer informatie, henkvanzon.nl. En we zien u graag volgende week terug bij een nieuwe aflevering. En wilt u deze aflevering en ook de andere afleveringen nog terugzien, dan kunt u gaan naar ons YouTube-kanaal, youtube.com/henkvanzon. En daar staan ook nog veel meer Bijbelstudies op. Graag tot volgende week.